Ria Jacobs, je hebt in de loop der jaren heel veel kerststallen verzameld. Hoe is die verzameling zo tot stand gekomen? Nou, we waren in 1975 bij mijn zus op bezoek in Nigeria. En daar hebben we voor onszelf een eerste kerststalletje gekocht. En dat vond ik heel speciaal dat die figuurtjes allemaal een donker gezichtje hadden. Dat ik me realiseerde dat elke groep zijn eigen invulling geeft aan een kerststal. En als je in Afrika woont, maak je dus donkere gezichtjes. Maar dat was gewoon de eerste kerststal die we jarenlang thuis hebben gehad. En toen jaren later, rond de jaren 1990, waren we in Tsjechië. En daar ontdekten we weer andere stalletjes. En toen is eigenlijk het sparen begonnen. En daar vind ik het mooie ervan dat je in zo'n stalletje een beetje de cultuur van het land herkent. Dit is een kaars, die heb ik gekocht in Jordanië. En daar staat dus ook een stalletje op. En ik vind het heel bijzonder dat je in een islamitisch land dus zo'n kerststalletje kunt kopen. Nou, dat is van drie soorten metaal gemaakt is. En die koningen hebben allemaal verschillende kronen op. Gewoon van zo'n rondgedraaid stukje metaal. Dus je ziet dan hele bijzondere kerststallen hier. Ja, je hebt er zoveel en het zijn er bijna 200. En hier staan er ook 140, geloof ik bijna. Wat maakt een kerststalletje voor jou extra bijzonder? Nou, wat ik net een beetje zei, dat je in het stalletje de cultuur of de kleding van de mensen kunt herkennen. We zijn zelf in Peru geweest en je ziet hier die Zuid-Amerikaanse stalletjes. En dan zie je binnen de Peruaanse stalletjes, kun je gewoon de bevolkingsgroep herkennen aan hun kleding of aan hun hoedjes die ze hebben. En die Zuid-Amerikaanse stalletjes hebben ook allemaal geen dennenboom zoals wij, maar die gebruiken hun palmboompjes of heel vaak de cactussen. En de kamelen en de os en de ezel worden vervangen door de lama's die ze daar hebben. Nou, en dat je dat herkent in een stalletje, dat vind ik gewoon heel leuk van het verzamelen. Ja. Ja, en voor het eerst staan ze hier nu in Friso. En ik heb al wel wat reacties gehoord, maar heb je zelf ook gehoord dat de mensen enthousiast zijn? Nou, toen we aan het opbouwen waren vorige week vrijdag, liepen er heel vaak mensen langs. We zijn de hele dag bezig geweest. En dan kregen we elke keer reacties. Oh, wat wordt het mooi. Oh, wat wordt het mooi. Dus ze genieten er wel van. Ja. Heel erg mooi. En ik hoop dat nog heel veel mensen van uw kerststallen mogen genieten. Veel succes met het verder verzamelen. Ja, dankjewel. En ik hoop ook dat mensen er plezier van hebben. Dat was de bedoeling ook van mijn uitstallen hier. Ja. Dankjewel.